als jongetje van 16, 17 fietste ik naar Arnhem naar de Slechte, 26 kilometer, op zoek naar boeken. Toen had je nog heel weinig antiquariaten, tenminste in de Achterhoek. Dus de liefde voor boeken was er altijd al. En uiteindelijk ben ik bij een collega terechtgekomen, waar ik een halfjaartje op donderdagmiddag zat. En dat voelde zo goed dat ik daarna besloten heb de stoute schoenen aan te trekken en een antiquariaat te beginnen. We hebben klassieke oudheid, poëzie, specialisatie, biografieën. We hebben heel veel en veel geschiedenis. En daarnaast literatuur en Eerste Tweede Wereldoorlog, etc. Een hele belangrijke voor de Nederlandse geschiedenis. We zien hier Karel de Vijfde in het midden, als oude man. Hij was toen begin 50, maar hij zag er uit als 90. Met aan de linkerzijde Philips II. En aan de rechterzijde Willem van Oranje. De latere vijanden. Dat maakt deze plaats heel bijzonder. Het is de afstand, de troonsafstand van Karel de Vijfde. Philips II neemt over. Alle edelen staan eromheen. De Rijksadel ligt daar. We hebben een tijdje geleden geturfd. We dachten eerst van, het is de grijze massa die nog in Boekarest zit. Maar een derde deel van de mensen, dat moet je de leeftijd schatten, is onder de 30. En dat vind ik heel positief. De mensen voelen zich thuis. Hele verhalen soms, dat mensen op een gegeven moment met een bakje koffie erbij hun ziel en zaligheid uitstorten van, ach, het is heel anoniem als men hier komt. En dat is ook leuk. En ik ben van huis uit verpleegkundige, dus ik ben altijd mensen geïnteresseerd in de achtergronden van, waarom verzamelen mensen? Wat voor verzamelingen hebben ze? Wat hebben ze meegemaakt? David is een mooi voorbeeld. In feite de klassieke, gezellige sfeer van het oosten. Maar de evenementen, alles van het westen. Dus heel veel mensen die komen vanuit het westen hier wonen. En die ervaren toch een stuk rust. En het mooie van David is dat als je hier twee keer in de winkel komt en je maakt een praatje. Word je de derde keer herkend. En dat is een stukje sfeer die... aandacht geven kost niets. En aardig zijn kost ook helemaal niets. Elke zaak heeft zo zijn pareltjes. En waar wij heel blij mee zijn, is deze uitgave van André's Handatlas. Noordwestelijk is Afrika. Met allemaal witte vlekken. En dat heeft allemaal te maken met delen van Afrika die nog niet ontdekt waren. Nou, dat geeft het. Dat is de charme van dit soort atlassen. Dat je op een gegeven moment terug kunt in de tijd. Binnensteden, oude binnensteden, die hebben moeite om klanten te trekken. Je hoort wat als het cocoonen, het, als het ware het sfeer brengen in de binnenstad. Daar is onze zaak heel goed in, denk ik. Mensen komen binnen en die voelen zich 20 jaar terug in de tijd. Een jaar geleden hebben we besloten om een deel van de collectie op een andere locatie te brengen. Omdat wij, het werd gewoon te vol. En we hadden altijd discussies over hoe je dingen moet presenteren. En ik vond het dus heel leuk dat mijn vrouw daar haar eigen zaak kon beginnen. En het leuke is, zij is 3 dagen open, ik heb de sleutel. Dus regelmatig loop ik even met de sleutel daar naartoe, want ik weet precies wat er staat. Dus het versterkt elkaar. Dus, combineer het met een baan als verpleegkundige. Ik heb een kleine nachtdienstbaan en dan is het te doen. Maar als je alleen van de winkel moet leven, wordt het lastig. Ik ga elke dag met plezier hier naartoe, ook als er weinig klanten zijn, want met name als het koud en nat is, is het heel stil. Maar het blijft leuk om tussen de boeken te zitten.